2015 is natuurlijk een heel bijzonder jaar voor de Nederlandse gemeenten en zeker ook voor de provincies. De Nederlandse gemeenten worden in 2015 voor het eerst geconfronteerd met de verantwoording over de decentralisaties in het kader van de jeugdwet, de participatiewet en de wet maatschappelijke ondersteuning. En dat is een enorme verandering ten opzichte van voorgaande jaren. Een begrotingstotaal wat ongeveer met 30-40% is toegenomen. En dat betekent ook dat de rapportage daarover in de jaarverslaggeving substantieel zal gaan wijzigen ten opzichte van het verleden. Dat vraagt toch wel een behoorlijke ontwikkeling ten aanzien van hoe je omgaat met rechtmatigheid op de bestedingen in het kader daarvan. En op dit moment zijn gemeenten heel duidelijk zoekende hoe ze dat gaan organiseren. En in het najaar zullen we daar duidelijke stappen in met elkaar hebben moeten zetten. Het zal een grote uitdaging worden. Dat is wel iets wat de verwachting is. Ik zie een aantal gemeenten heel proactief erop anticiperen. Ik zie voorbeelden bijvoorbeeld in Rotterdam, Groningen, Twente. Waar ik zelf veel in contact ben geweest met de gemeente als het gaat over de voorbereiding om dat goed in beeld te krijgen. En daar zijn een aantal goede lessen denk ik uit te leren die we in het seminar ook zeker naar voren willen brengen om daar andere gemeenten ook bij te helpen. Ik denk dat je als provincie en als gemeente, maar ook iedere andere organisatie, mag je verwachten dat je accountant proactief is. Dat betekent dat je niet alleen moet kijken naar de ontwikkelingen in 2015, maar zeker ook naar de ontwikkelingen in 2016. In 2016 staat de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsinstellingen op de rol. En dat betekent dat in 2015 behoorlijke aanpassingen aan administratie moeten gaan plaatsvinden om dat met ingang van 2016 goed te verantwoorden. Dat is weliswaar belastingadvies, maar ik denk dat daar ook de accountant zeker actief in met de gemeente om de tafel kan of met de provincie. We hebben de afgelopen jaren behoorlijk wat discussie met elkaar gehad. Gemeente, provincie, enerzijds gecontroleerde, anderzijds de accountant over in hoeverre we kunnen steunen op de werkzaamheden van de interne controlefunctie binnen de gemeente of provincie. Ik denk dat we daar stappen in hebben gemaakt de afgelopen jaren. En ik denk dat het zeker belangrijk is om af te wegen of je dat binnen je organisatie wil laten plaatsvinden of dat je dat toch overlaat aan de accountant. Dat hangt natuurlijk ook af van de omvang van je organisatie en of je voldoende onafhankelijkheid en deskundigheid kunt waarborgen. Dus ik denk dat we daar met elkaar, accountant en gecontroleerde, moeten kijken wat daar de optimale invulling is voor de desbetreffende organisatie. Ik kan me zomaar drie belangrijke tips voorstellen. De eerste zou het goed zijn als provincies en gemeenten meer en meer periodiek gaan afsluiten. Dat betekent niet wachten tot het einde, maar gedurende de periode, bijvoorbeeld per kwartaal of per maand, zoveel mogelijk doen alsof je al daadwerkelijk een jaarrekening aan het opstellen bent. Dan kom je al bepaalde punten tegen waarop je eigenlijk op dat moment kunt anticiperen. Ik denk een tweede wat belangrijk is om tijdig met de accountant te kijken naar hoe de decentralisaties in 2015 vormgegeven zijn en of dat ook de kwaliteitsslag van de accountant kan doorstaan. En een derde is nog een aantal meer punten die we graag behandelen in ons seminar.